ruim in huis. Hier boven. Ik deed zijn onderbroek naar beneden. En toen rook ik hem eigenlijk al. En toen wist ik, die moet nu dus in mijn mond. Ja, het was echt de smerige... Sorry. Jezus. Mag ik je wat vragen? Ja. Ben jij Jan Kooijman? Ach, nee, sorry. Nee, dat ben ik niet. Jawel, dat is Jan Kooijman. Dat zegt hij altijd. Nee, ik zat te kijken met mijn vriendinnen. Ja. Ik dacht, is het hem nou of is het hem nou niet? Zeker. Oh, ze zeiden, ga er gewoon naartoe. Ja, ik doe ook tv, misschien ken je me van. So you think you can dance? Ja, ja. Oh, mag ik een selfie met jongens, ik ben het niet. Sorry, schat, Pepijn, hou op. Jan heeft trouwens een hele goede sixpack. Wil je die zien? Oh, ja! Laat even je sixpack zien. Jongens, Pepijn. Doe je films toch altijd, Jan? Jannie, kom. Laat even je sixpack zien. Pepijn. Ja? Sixpack. Oh! Absoluut niet Jan Kooijman. Oh. Ik word er helemaal gek van. Het is soms wel 2 keer per week, hè? 8 jaar lang. Jur vond me ook heel erg op hem lijden. Die zei een keer tijdens de seks, kan je even dat zwarte petje opdoen, want dan lijk je zo op Jan. Ja, ik dat petje maar opdoen, we hadden al bijna geen seks meer. Mensen denken wel eens dat ik Bermuda ben. Wie? Precies. Oh, is dat die ene, die Ginger van Foute Vrienden? Ja, van de Essen Brothers. Hij heeft tenminste een carrière. Tja, die speelt niet in... waar was jij nog gisteren? Uden. Ja. Hoeveel man zat er? Ik had 25 reserveren. Nee, hoeveel zat er? 20. Nee, op het einde. 18. Ja, precies. We moeten gewoon bekender worden, meedoen aan al die programma's. Wat voor programma's? Al die tv-programma's voor BN'ers. Eigenlijk alle programma's. Oh dus. Nee, dat doe ik niet meer. Ik heb 1 keer meegedaan aan De Slimste Mens. Oh ja, hoeveel afleveringen zat je erin? 1. Of nou ja, een halve. Want je kreeg een blackout. Van 2 uur. Oh, ik kon er niet naar kijken. En toen ze vroegen, wat weet je over basketbal, zei ik... een basketbal. Ik zou het doen, hoor. Het lijkt me heerlijk om op een tropisch eiland te zitten... en Inge Ypenburg van een paal af te duwen. Waarom ben je daar nog niet voor gevraagd, dan? Omdat ik te veel op Jan Kooijman lijk. Het enige programma waar ik aan mee zou willen doen is Wie is de Mol. Daar doen alle succesvolle cabaretiers aan mee. Wacht, jij wil meedoen aan Wie is de Mol? Tuurlijk. Jij wil meedoen aan een programma waarin je een maand lang door een bloedheet land reist... met 12 ego's die psychologische spelletjes met je spelen. 24 uur per dag. Ja? Jij raakt al in paniek als je niet op een woord kan komen... omdat je bang bent dat het door je antidepressiva komt. Ja, dan was De Slimste Mens dus de hel op aarde. Oh, bekende Nederlanders zijn ze zo goed zijn voor mijn carrière. Ik zou echt meer werk krijgen. Maar het is toch de omgekeerde wereld? Dat je meer werk krijgt als je bekend bent. Je wilt toch niet dat mensen denken, hé, dat is Kevin Hassing van Expeditie Robinson? Je wilt dat mensen denken, hé, dat is die goede acteur van die integere dramaserie over AIDS. Ja, maar ik krijg die rol pas als iedereen me kent. Ja, maar dan denkt iedereen, hé, wat doet die jongen van Expeditie Robinson in die integere dramaserie over AIDS? Hij was al zo afgevallen. Het gaat gewoon over exposure, over volgers, fans, likes, views. In ons vak moet je nou eenmaal bekend worden. Nee, ben ik niet met je eens. Je moet gewoon heel hard werken, heel goed worden, mooie dingen maken, dan word je vanzelf bekend. Dat is artistiek gelul. Ik speel liever voor 20 man in de kleine zaal van Uden. Dan voor 900 man in de grote zaal, die allemaal komen kijken naar clowntje Peppy, hè, die van de duikplank is gesprongen, met zijn roze badmuts en zijn paarse paillettes, en die na een mislukte salto met zijn bolle buikje plat op het water is geland. Alsof jij niet heel commercieel bent. Jij hebt commercials gedaan. Ja, denk je dat ik kan leven van die 20 man in Uden? 18. Kijk, ik wil gewoon af en toe geld verdienen, jij wil bekendheid. Oké. Ik wil aandacht. En daarvoor wil ik best een maand kokosnoot en droge rijst eten op een eiland in de Filipijnen. Dus je bent gewoon een geile aandachtshoer? Ja, ik ben een aandachtshoer. Nou, dat vind ik heel erg eerlijk van je dat je dat toegeeft. Dank je. Maar ook echt verwerpelijk. Snap ik. En ik hou van je, dat weet je. Mm-hmm. Maar je gaat absoluut naar de hel. En dat ging je al vanwege... mijn oog. Au, gaat ontsteken. Maar nu al helemaal. Mm. Weet je wat echt goed zou zijn? Nou? Als nu Jan Kooijman binnen zou komen. Dat is absoluut niet Jan Kooijman. Nee. Ik had Jan wel gevraagd voor deze aflevering. Maar hij kon niet, hij was te druk. Tja. De VPRO wilde namelijk heel graag een BN'er in deze aflevering. Het zou zo goed zijn voor de views, zeiden ze. Echt jammer. Zo jammer. Ah, leuke aflevering. Ja, genoten. Wil je meer van de Heel Hoofd Roos zien of meer van de VPRO? Klik dan op de afspeellijst. Of abonneer je hier. Nee, daar. Daar.